Goedemorgen en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag 7 augustus en ik ga vandaag gezellig een nachtje weg samen met een van mijn beste vriendinnetjes. We hebben een onwijs leuk hotelletje geboekt in Den Haag, waar we dus lekker een nachtje gaan slapen. Ik ga samen met Marit, en dat is eigenlijk een van mijn beste vriendinnetjes van de middelbare school, met wie ik nog steeds heel veel contact heb. En toen wij laatst een keer samen waren, toen kwamen wij tot de conclusie dat we eigenlijk de keren dat we afspreken altijd maar gaan eten of lunchen of noem maar op. En dat we dan eigenlijk alleen maar altijd aan het bijpraten zijn over wat we doen in ons leven. En dat we eigenlijk nooit meer nieuwe herinneringen maken. Maar het alleen maar hebben over oude en noem maar op. Je kent het wel. Dus wij besloten van we moeten een nieuwe herinnering gaan maken. Dus dat gaan we gelijk doen. Dus we hebben gelijk een nachtje weggeboekt. En ik ga zo meteen richting Woerden. En dan pak ik daar de trein naar Den Haag. En dan hoop ik dat we twee hele leuke dagen gaan hebben. En ik ga jullie natuurlijk meenemen. Nou, daar is je hoor. Zo, we hebben net even onze koffer afgedropt bij het hotel. En nu gaan we de stad in op zoek naar food and drinks. Nou, lekker voor de kamer. Even proost. Op ons weekendje in Den Haag. Oh, het is smakelijk. We lopen nu richting het Binnenhof. Het eerste wat Marit ziet is ijsjes. God. Oh. We slapen dus in boutique hotel De Salon in Den Haag. Vlakbij Paleis Noordeinde. Ik heb de sleutels net gekregen. Dus we gaan nu even kijken hoe onze room eruit ziet. We slapen in de loft. Oh. Spannend. You go first. Oh. Oh my god. Dit is echt fucking mooi. Kijk nou, hoe leuk. Oh my god, Marit. Heel mooi. Dit ook. Nou, we komen niet meer op de hotelkamer af, denk ik. Ik ga gewoon hier chillen. Wat leuk! De bar naast je hoofdkussen. Oh my god. Kun je dat niet privé doen? Nee. En een bad. Oh, wat leuk. Het is echt fucking mooi. Heel vet. Dit bad ook. Oh, mijn god. Oh, ik weet niet hoe je moet nemen. Dat moet gewoon zo zijn. Oh, leuk. Maar hier ook boven. Ja, daar kunnen we nog maar mensen slapen. Uitzicht op de straat hier. Oh, wat grappig. En hier. Oh, dat is ook echt een goede foto's. Daar boven kun je ook nog slapen. Zo, we zijn inmiddels op de kamer. Maar het is een spiegel. Toen we vanmiddag aan zijn gekomen, toen hebben we geluncht meteen. En daarna zijn we even de stad ingelopen. Hebben we een beetje gewinkeld. Gewoon een beetje rondgekeken. En toen besloten we toch even naar de kamer te gaan. Omdat we wel benieuwd waren hoe die eruit zag. Nou, echt fabulous. En we gaan nu even terug de stad in. Dan gaan we even ergens lekker wat drinken. En dan gaan we zo meteen even opfrissen en omkleden voordat we vanavond gaan eten. We slapen dus in boutique hotel De Salon. Het ligt in de straat van Paleis Noordeinde. Het is echt een hele leuke straat met leuke winkeltjes en kleine restaurantjes. En het ziet er gezellig uit. Hier onder de spiegel is de straat. Echt te grappig. Dus dat is de planning een beetje van vandaag. Dus morgen ontbijt. Het is dus echt gewoon een hotel met allemaal kamers boven. En hier wordt morgenochtend ontbeten. Je krijgt dus gewoon letterlijk een sleutel. Het is verder ook gesloten. En dan kan je gewoon in en uit als een huis. En daar, dit is morgen ons ontbijttafeltje. Want ik zie al een kaartje met mijn naam. Ook helemaal gepersonaliseerd. Zo leuk. Nou, het weer is lekker omgeslagen. God. En toch een pluimstuk. Oké, ik hou wel zo tegen. Oh, maar. Nou,
We lopen nu weer buiten. We gaan even lekker ergens een cocktailtje halen. En dan gaan we straks nog even terug om te kleden. Zo, wij zijn even omgekleed. En we gaan nu lekker eten. Hier gaan we eten vanavond bij Blijenberg, waar je ook een hele vette rooftopbar hebt. Maar het schijnt erbij op dit fantastische toetje en deze wijn. Het is inmiddels 11:45 en we zijn weer terug in het hotel. De deur is wel even een issue om op slot te krijgen. Maar goed, we're there. Licht weer. We hebben gegeten bij Blijenberg. We bestelden een portie nachos die echt voor 20 man geschikt was. Dus we waren daarna meteen klaar met eten. Toen bestelden we nog een fles wijn. En dat was prima. Het was wel gezellig. Lieve bediening. Dus dat was helemaal goed. En we zijn nu terug in het hotel. En we gaan lekker even op onze kamer. Chillen. Even lekker in bed over foto's kijken van vandaag. En dan is dag 1 in Den Haag. Don. Oh. Ik ga er even bij zitten hoe Lotte dit doet. Ja, maat, ik heb het helemaal warm ervan. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Wij hebben lekker geslapen in ons hotelletje en net even gedoucht en omgekleed. En we gaan nu richting het ontbijt. En de planning voor vandaag gaan we dan nog even bespreken. Ons ontbijtje. We zijn aangekomen bij het Vredespaleis. Ja, zo, goedemiddag. Het is inmiddels 3:30 op zondag en ons tripje naar Den Haag zit erop. We lopen nu weer van het hotel waar we gelukkig de koffers konden laten staan vandaag terug richting het station. Dat is ongeveer een kwartiertje lopen. Je kan natuurlijk ook wel met het OV eventueel, maar wij zijn gewoon gaan lopen. En dan gaan we weer richting huis. Korte samenvatting van dit weekendje is dus, we hebben geslapen in boutique hotel De Salon. We zijn met het OV hierheen gekomen, parkeren. Is hier best wel prijzig, dus daar hebben we niet voor gekozen. We hebben heel veel gegeten. Geluncht, geborreld, gegeten s'avonds. Ik zal alle eetentjes even noteren in mijn blog. En die kan je straks lezen op www.charlottetravels.nl. Dan ga ik nu ook de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En doe dan vooral even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Je kunt alle foto's van dit weekendje zien op mijn Instagram kanaal. @lotteklein met dubbel en een laag streepje. En het blog komt dus online op mijn website www.charlottetravels.nl. Ik hoop je te zien bij een volgende video. En dan lekker in het buitenland. Doei! Doei!